En dan nu? Hallo kijkers. Aanstaande maandag 23 januari is de nieuwjaarsreceptie van het college van burgemeester en wethouders van deze stad. Haal nog snel even maandag een entreekaartje. En ook u kunt gratis bier en wijn drinken in de vereniging van 7:30 tot 22:30. U komt daar ook alle gemeenteraadsleden tegen. En als u nou niet weet wie dat zijn, dan is er tegenwoordig een kaartspel waar ze allemaal op staan. Gaat u er even rustig voor zitten en speel een paar spelletjes patience en u leert als spelenderwijs de namen en welk gezicht daarbij hoort. U kunt natuurlijk ook gezellig met een paar man gaan toepen of met twee spellen gaan pritchen. Net wat u wilt. Nou wil het toeval dat de burgemeester maandag ook zijn laatste receptie hier geeft. We krijgen een nieuwe burgemeester. Daarmee is dit kaartspel meteen een collectors item van je welste geworden. Vanaf april ergens krijgen we een nieuwe Klaveren 7. Wie dat wordt is nog geheim. De andere gemeenteraadsleden zullen ook wel her en der uitvliegen. De enige constante factor in de Nijmeegse politiek zijn echter de jokers. Nijmeegse Annie en ondergetekende. Het eerste internationale kaartspel met een androgyn jokersetje. Het is maar dat u het weet. Te koop bij Lex in de Van Welderenstraat en bij een aantal boekwinkels en cadeauwinkels elders in de stad. Lex heeft het ook bedacht. Het kost €6,95 en dan heb je wel iets unieks. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week.